De kinderen van basisschool Het Buut uit groep 1 en 2 komen in actie voor het milieu, omdat klasgenoot Emma veel afval vond op het schoolplein en erbuiten. Om ouders bewuster te maken van afval, besloten de kinderen hier knutselwerkjes van te maken. Ik heb tegen alle mensen gezegd dat ze goed voor de aarde moeten zorgen. En dat ze plastic gewoon in de prullenbak moeten gooien. En dat moeten ze dus doen. Hoe kwam je nou op het idee, Emma, om dit allemaal te gaan doen? Nou, ik zag op het schoolplein glas liggen. Toen deed ik het in de prullenbak. En toen hadden we het ook op straat gevonden. Dus dat deden we ook weer in de prullenbak. En waarom doe je dat dan? Het is toch niet ergens op straat ligt? Wel. Waarom dan? Nou, anders gaan de dieren dood. Ja. En toen dacht oma, toen jij dat aan tafel zei, ja. Wat doe ik eigenlijk om de wereld zorg te dragen voor de wereld? Ja. En toen schrok ik een beetje, hè. Toen zei ik sta heel lang onder de douche. Ja? Ja. En ik woon in een flat en we hebben geen gescheiden afval. En toen verzonnen we dit project, ja. Save the World, hè. Om ja. allemaal ideetjes op te vragen van mensen, wat doen jullie? Om die aan elkaar door te geven, zodat iedereen gaat meehelpen. Want ja. wij komen allemaal in... Actie. Wij komen allemaal in... Actie. Actie. Lieve ouders, lieve mensen, zeg maar bij mij. Lieve ouders. Wij zorgen voor de wereld. Wij hebben plastic opgeraapt. Wij hebben plastic opgeraapt. En daar hebben we nou weer iets nieuws van gemaakt. Doen jullie dat ook voor ons? Hoera, wij gaan in actie! We komen in actie! Nog één keer, we komen in actie! Hoi, en hoe heet jij? Sophia. En in welke klas zit jij? Groep 1-2-A. En wat heb je net gedaan? Gegeten. En je hebt ook mooi geknutseld volgens mij, hè? Ja. En wat heb je allemaal gemaakt? Een bewakertje. En waarom heb je dat gemaakt? Omdat ik het mooi vind. En wat moet er met het plastic allemaal gebeuren? Want ik hoorde iets heel moois van jouw juf en zo. Dat het allemaal gevaarlijk is, het plastic. Klopt dat? Ja. En waarom is dat gevaarlijk dan? Nou, piepschuim is gevaarlijk voor de vogels, want het blijft plakken. En waar blijft het dan aan plakken? In de keel. En wat gebeurt er dan met die vogel? Die gaat dood. Oeh, dat is niet zo leuk, hè? Nee. Dus wat wil jij tegen de grote mensen zeggen dan? Dat ze goed voor de natuur moeten zorgen. Dat vind ik echt heel goed van jou. Zeg het nog maar even een keer, dat ze het duidelijk weten. De ouders moeten goed voor de natuur zorgen.